Insulineresistentie is een vorm van suikerziekte bij paarden. Het ontstaat als er langdurig een te hoog gehalte aan glucose in het bloed zit. Glucose of bloedsuiker is de brandstof uit voeding. Het lichaam produceert het hormoon insuline, dat ervoor zorgt dat glucose in cellen wordt opgeslagen. Als er constant te veel glucose in het bloed zit, dan reageert het lichaam niet meer op het ook steeds hogere gehalte aan insuline. Dit veroorzaakt tal van problemen, zoals een grotere kans op hoefbevangenheid. Paarden die meer energie binnenkrijgen dan ze verbruiken, worden dik. Ongeveer een kwart van de dikke paarden is insulineresistent. Symptomen zijn vaak vetaanzet op bepaalde plekken, als manenkam, schouderbladen en staartaanzet. Zie je dat bij je paard? Laat dan een bloedonderzoek uitvoeren. Ook paarden die niet te dik zijn, kunnen soms ook insulineresistent zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat gevoeligheid voor insulineresistentie rasgebonden en erfelijk is. Met name rassen als Welsh, Welsh Cobs, IJslanders en Shetlanders hebben er aanleg voor. Het is altijd belangrijk om te zorgen dat je paard niet te veel voedingssuikers binnenkrijgt. Als de toevoer van suiker vermindert, komt de gevoeligheid voor insuline terug. Voedingssuiker zit niet alleen in krachtvoer. Ook gras bevat suiker, net als hooi en voordroogkuil. Een paard heeft natuurlijk wel ruwvoer nodig voor een goede spijsvertering. Zorg dat je paard voldoende beweging krijgt, zodat de voedingssuikers verbranden. Je kunt je paard jaarlijks preventief laten onderzoeken op insulineresistentie. Is je paard te dik? Overleg dan met je dierenarts hoe je hem het best kunt laten afslanken. Een geleidelijke overgang naar een aangepast rantsoen is belangrijk.